Deze speler werd vijf jaar na de dood van zijn moeder geboren. Wacht, wat? Er was een groot mysterie rondom de echte leeftijd van Güelo Kanga, geboren in 1990, terwijl zijn moeder in 1985 al overleed. De Afrikaanse voetbalbond startte in 2021 een onderzoek naar de Gabonese middenvelden en uiteindelijk kwam de waarheid boven water: Kanga's moeder had haar eigen dood in scène gezet en leefde dus nog. Hierdoor werd de speler van Rode Ster Belgrado niet gestraft en kon hij zijn carrière gewoon voortzetten.